De IDB heeft een bedrag van 1,52 miljoen US dollar goedgekeurd om mangroven in het Bigipang Multiple Use Management Area, MUMA, in Suriname te herstellen en te behouden. Het geld moet ook zorgen voor bevordering van duurzame levensonderhoudsmogelijkheden voor lokale gemeenschappen. Dit project, uitgevoerd met middelen uit het UK Blue Carbon Fund van het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken van de Europese Unie, zal worden geleid door de Antoine de Kom Universiteit van Suriname. Dit is het nieuwste project in de reeks Blue Carbon projecten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het was gisteren 16 juli, 3 jaar geleden, dat de regering Santokki Brunswijk aantrad. President Chandrika Prasad Santokki haalde in dat kader aan dat de regering op een structurele manier probeert zich aan haar beloften te houden om Suriname te redden. Volgens de president staat Suriname na 3 jaren regering op het punt waar de problemen structureel aangepakt worden en dat tegelijkertijd de economie goed op het traject van gezondmaking ligt. Hij erkent dat er uitdagingen en beperkingen zijn, vooral met de randvoorwaarden van het IMF-programma waarmee we werken. Echter zijn er volgens hem ook vele resultaten geboekt. De belangrijkste resultaten zijn reeds in een boekwerk vastgesteld en gedeeld met de samenleving.